Zeg, ben jij als docent wel eens aan de slag gegaan met dat ChatGPT? En heb je gezien hoe ongelooflijk veel tijd je dat bespaarde? Hoeveel leuke dingen eruit kunnen komen, de ideeën dat je ervan krijgt? Nou, dat is super nieuws natuurlijk. Nou, heb ik gemerkt, ik ben zelf een gebruiker van GPT-4. En dat is die betaalde versie, $20 in de maand. Voor mij was dat wel de moeite hoor. Maar dat is veel beter dan die 3.5. Nou, ik heb goed nieuws van jou, let goed op. Ja, ik ga je namelijk helpen. Want je kunt nu bij mij gebruik maken van GPT-4. Dat is die versie met die perfecte output. Mooie zinnen, mooie complete verhalen wat eruit komt. Die begrijp je ook beter. Nou, daar kun je nu gebruik van maken voor een zeer gereduceerd tarief. En daarvoor heb ik een workshopje gemaakt. Nou, die moet je gewoon gaan volgen. Leg ik je uit hoe dat moet. En ook hoe ik je kan helpen. Ja, misschien klinkt het je wel een beetje als too good to be true. Nou, is het toch echt niet. Ik heb namelijk voor ieder vak op school heb ik een team gemaakt. En dat betekent dat jij kunt samenwerken met teamgenoten binnen je school. Maar eigenlijk heb ik ze gemaakt voor heel Nederland en België. Dat alle docenten Nederlands bijvoorbeeld kunnen samenwerken in één team en van elkaar kunnen leren. Ikzelf zit daar natuurlijk ook in als coach. En ik ga je helpen om perfecte prompts te maken. En zo leren van elkaar. Dus nog even voor de goede orde. Ik heb dus teams gemaakt per vak. Jouw vak staat ongetwijfeld tussen, anders dan hoor ik het wel. En daar kunnen we dus samen gaan werken met alle docenten uit Nederland-België die datzelfde vak geven in ChatGPT-4. Weet je wel, die perfecte GPT-4. Ik zit er ook in. Ik ga jou helpen. We kunnen allemaal gewoon ons eigen ding doen. We kunnen privé prompts maken, maar we kunnen ze ook met elkaar delen. En juist daarvan leren we. En dan maken we samen de perfecte prompt. Super toch? I see you on the other side. Oké, hoi. Nou, waarom moet je nou meedoen? Je kunt gebruik maken van GPT-4. Ik coach jou om de beste prompts te maken. We leren van elkaar. Het is way beter dan de standaard ChatGPT, want we kunnen alles in mapjes organiseren. Dus alles kun je goed bewaren. Nou, er zijn nog veel meer voordelen. Er komen zelfs hele templates in. Anyways, een must om te gebruiken voor jou als docent.